Het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, KES, heeft een training verzorgd voor leerlingen van het IMEO en het CPI. Dit in het kader van het project van Stichting Bont en Blauw, budgetteren en communiceren binnen het gezin. De opgedane theoretische kennis werd in de praktijk omgezet tijdens het Popcipatu-kamp te Sandré 1. 3 dagen lang moesten de studenten in een gesimuleerde gezinssituatie, ouders met 7 kinderen en met een gering budget, zien uit te komen. Gedurende deze dagen werden ze getoetst op de onderdelen persoonlijk leiderschap, plannen en organiseren, budgetteren, effectief communiceren met volwassenen, teambuilding en hoe ga je om met veranderende omstandigheden. In dat kader hebben Stichting Bont en Blauw en KES een evaluatiemeeting gehad in het KES-centrum. Volgens Michael Watson, trainer van Stichting Bont en Blauw, was die training meer bedoeld om de jongeren voor te bereiden op het ouderschap. Vroeger hebben wij dat gedaan op een speelse manier, middels de zogeheten Popcipatu, zegt Watson. Waar je al heel vroeg vader en moeder speelt, zonder dat je doorhebt dat je jezelf al voorbereidt op die rol die je later gaat vervullen als vader. Daar beginnen de basic life skills al naar boven te komen. Het leren samenwerken, het leren leiding geven aan anderen, aan je gezin. Zo jong als je bent, begint al te doen. En hoe komt het dat je dat kon doen? Je keek bij je ouders hoe ze het deden en je deed het na. Je deed de schooljuffrouw na, omdat de schooljuffrouw of de meester voor jou daar stond. En dat waren de voorbeeldfiguren voor ons en de rolmodellen voor ons. Nou, dat is het idee van Popcipatu. Dat is meegenomen in die training. Die training heet budgetteren en communiceren binnen het gezin. Omdat het uiteindelijk doel is het versterken van het gezin. Niet alleen maar om te leren prioriteiten te stellen, maar ook om ervoor te zorgen dat men op een goede manier, op een effectieve manier met elkaar communiceert en hun doelen gaan bereiken. Watson zegt verder dat de jongeren met het Popcipatu-kamp veel wordt bijgebracht. Bij het vorige kamp hebben we jeugdigen afgeleverd waar we heel trots op kunnen zijn, zegt hij. Kortom, we hebben een aantal uitschieters, we hebben een aantal jongeren die we zo kunnen aanwijzen in de maatschappij, die training hebben ondergaan en die binnen hun eigen organisatie laten merken dat ze wat hebben meegehad. En niet gewoon meegehad, maar dat ze iets ermee kunnen doen. Die influence others. Ze laten merken dat ze value kunnen geven aan anderen. En ze laten dus zien dat wat ze hebben meegehad van zoveel betekenis is dat ze in staat zijn ook hun persoonlijke doelen te kunnen bereiken. Uiteraard hebben wij niet alleen maar de rol als trainers om mensen te trainen, maar we hebben ook een begeleidende rol. In het natraject worden de mensen ook begeleid, maar ook tijdens die hele periode, want we hebben terugkomdagen waar we stof die minder goed is aangekomen of wij willen aanvullende stof doen, dat ook wordt behandeld. Of er wordt iets dat is behandeld, wordt meer aandacht, een beetje dieper op de zaak ingegaan. Tot zover Michael Watson, trainer bij Stichting Bont en Blauw. Hij sprak gisteren in het KES-centrum tijdens de voorbereiding van de certificaatuitreiking van de 3-daagse training budgetteren en communiceren binnen het gezin voor studenten van het IMEO en het CPI.